de autostoel is binnen. Het heeft niet op mijn haar, maar ik laat het even aan de lucht drogen. Het gaat echt super snel. Hey, goedemorgen. Het is zaterdag. Bijna. Oh, het is precies 8 uur. Ik ben beneden. Ik heb al even een ontbijtje voor mezelf gemaakt. En de gordijnen gaan open. Wat een timing, jongens. Ja, vandaag wel een leuk dagje. Vanavond, zo einde van de middag, komt mijn vriend, een vriendin van mij, Suzanne, komt langs. En die vroeg van de week van, heb je toevallig zin om lekker naar de bioscoop te gaan en uit eten te gaan? Nou, dat heb ik altijd wel. Vind ik wel heel erg gezellig. En ze wilde ook graag de babykamer komen bekijken. Omdat we de meubels natuurlijk in elkaar hebben gezet. Dus dat komt ze dan ook meteen doen. Dus die komt eind van de middag. En daarvoor wil ik eigenlijk nog heel eventjes mijn nagels doen. Ze zijn nu... Dus het is nu 2 weken geleden dat het is gedaan. Maar omdat er dus zo'n dun laagje maar op zit. Ik had toen gewoon niet zoveel zin om het helemaal uitgebreid te gaan doen. Ja, brokkelen ze wat sneller af. Dus ik vind ze ook gewoon echt niet meer mooi. En ik heb het, als ik er zo naar kijk, heb ik het ook gewoon echt totaal niet netjes gedaan. Ik weet niet of je het kan zien, maar aan de randjes hier zo. Bij de nagelriemen, zeg maar. En je ziet ook, mijn middelvinger is een stukje afgebroken. En dan heb ik hier mijn duim. Dus daarop wil focussen. Nee. Ja, en hier zo mijn duim. Daar is dus ook een stuk vanaf. Dus ik wil daar gewoon even netjes gaan maken en eventjes repareren. En kijken of ik ze nu wel wat steviger wil maken. Of ze misschien zo kort wil houden en dan wat dunner wil houden. Dat ik er gewoon iedere 2 weken eventjes mee aan de gang moet. Maar dat zien we straks wel wanneer ik er gewoon lekker aan ga beginnen. En verder, deze ochtend komt een pakketje binnen. Onze autostoel, Maxi Cozy autostoel, komt deze ochtend binnen. Die hadden ze bij het leveren van de meubeltjes toen niet meegeleverd. Die was het toen niet, dus die komt vandaag binnen. Dus heb ik ook eigenlijk wel heel veel zin in om die uit te gaan pakken straks. Ik kom net lekker uit de douche, zoals je ziet met mijn mooie tulband. Het is echt prachtig weer. Het zonnetje schijnt, dus ik dacht ik ga even de deur openzetten. Ook al is het best wel een beetje fris buiten, maar even lekker frisse lucht. Ondertussen is ook onze autostoel, Maxi Cozy, binnengekomen en is Joris even om boodschappen geweest. Dus we gaan zo meteen lekker lunchen. En Joris is vanmorgen ook al goed bezig geweest. Die is namelijk begonnen met het afhalen van de halve maandjes van de trap. En het gaat er eigenlijk verrassend genoeg goed vanaf. Ze hebben het toen de tijd erop gedaan met dubbelzijdig tape. En die krijgt hij er zelfs ook goed af. Hij is net naar de bouwmarkt geweest om een steekmes te halen. En daarmee krijgt hij het er elke keer heel goed af. Dus deze gaan er echt gewoon met trekken alleen al af. Dan nog even netjes de dubbelzijdige tape eraf. Dus daar gaat hij vanmiddag weer aan verder. Het is zover. De autostoel is binnen. Ik mag het geen Maxi Cozy noemen, want het is Maxi Cozy is een merk. Dus vandaag autostoel. Maar het is dat. Ik denk als je zegt Maxi Cozy dat iedereen snapt wat ik bedoel. We hebben hem gekozen van Cybex. Wat een grote doos voor eigenlijk vrij weinig zo te zien. Nog meer karton. Had ik een matrasje hoeven kopen. Nice. Top? Het gaat echt super snel. Ik was heel even boven mijn make-up aan het doen. En voordat ik het wist was Joris hier al mee klaar. En zei hij, ik ga alles in de zak doen en ik kom naar de volgende trap. En nu is hij daar zelfs al bijna mee klaar. Hij is bovenaan begonnen en hij is hier al. Het gaat ook echt super makkelijk, hè? Hoppatee. En dan met zo'n steekmesje de dubbelzijdige tape eraf.
En we zijn klaar. Toppie. Let even niet op mijn haar, maar ik laat het even aan de lucht drogen met moes erin. Dus vandaar dat het echt zo crunchy is. Maar ik wil een begin gaan maken aan het doen van mijn nagels. Ik heb een hele tijd terug aan jullie gevraagd of jullie willen weten waar ik mijn nagels mee doe. Ik ga niet laten zien hoe ik het doe, omdat ik vind dat ik totaal geen professional ben en jullie daar ook geen advies in kan geven. Maar ik kan je wel laten zien wat ik gebruik natuurlijk. Dus, en daar reageerden jullie best wel positief op. Dus vandaar dat ik die vandaag eventjes aan jullie wilde laten zien. Als eerste heb ik hier mijn nagelkoffer staan. En die kan aan de bovenkant open. En hier aan de onderkant kan die ook open. En hier aan de bovenkant hebben we nogal een heel aantal spullen zitten. Aan de linkerkant heb ik ooit een keer op AliExpress besteld. En ik heb daar nog veel meer van. Van die lege dingetjes die ik dan zelf kan kleuren. Met de kleurtjes van de nagellakjes die ik zelf heb. Dus dan als ik een keertje niet kan kiezen of ik weet niet wat ik wil van tevoren. Dan kan ik hier dus uit kiezen uit welke kleuren ik heb. En houten stokjes. En deze is nog van mijn starterset. Hier heb ik dus de starterset toen de tijd van gekocht. En dat is zo'n blokje om je nagels een beetje mee op te ruwen. Als je echt helemaal vanaf nul begint, zeg maar. En daar heb ik er in totaal 3 van. En hier heb ik het een en ander liggen. Een sponge wat ik ooit ergens een keer vond. En dat gebruik ik wel eens om, zoals je ziet, glitter op mijn nagel aan te brengen. Hier heb ik een paar van die plaatjes waar je eigenlijk nagellak in moet doen en dan kan stempelen. Bij mij werkt het niet, dus ik weet niet zo goed waar het aan ligt, maar gelukkig kwamen ze van AliExpress. Misschien dat het daar aan ligt. En hier heb ik van die figuurtjes voor kerst. Heb ik tot nu toe ook nooit gebruikt, maar ik heb ze een keer in een winkeltje in Breda gekocht, geloof ik. En dan pak ik heel even deze kant. Dit zat ergens bij. Ik weet even niet meer zo goed waarbij dat zat. Maar dit is in principe hetzelfde als ik, waarvoor ik dit sponsje kan gebruiken. Ook om een keer wat glitters op mijn nagel aan te brengen. En dan voornamelijk glitter gel lak. Want die doe ik dan bijvoorbeeld hier opmaken of oplakken. En dan stempel ik het als het ware dus op mijn nagel. Dat werkt voor mij beter dan met de glitters zo proberen. Omdat het dan niet gelijk wordt. Ik heb een heel aantal nep nagels verlengstukjes, zeg maar. Mocht er een keer een nagel afgebroken zijn, dan kan ik hem hiermee verlengen. En hierachter ligt ook het stempelkussen van deze. En hieronder trouwens zie ik nou het stempelkussen van deze, van die zilveren plaatjes. Hieronder zie ik trouwens dat die doorzichtige liggen voor deze. Mocht ik nieuwe kleurtjes hebben, kan ik ze dus hier opdoen en bijdoen. En deze had ik eerst, maar op een gegeven moment raakte ik gewoon hier uit plekjes om nog... deze kan eigenlijk net goed weg. Om nog nagelak op te doen. Dus vandaar dat ik die andere had gekozen. Hier heb ik onder andere allemaal vijltjes en nagelknippertjes liggen. Gewoon echt een grote nagelknipper. Ook gewoon voor onszelf, voor bijvoorbeeld de teennagels. Maar dan weet ik gewoon dat hij hier standaard in zit. Raak ik hem ook gewoon nooit kwijt. En deze heb ik laatst ook besteld. En dit is dus, als ik die erop doe, die zijn zo ontzettend lang. En om die dan af te knippen of af te veilen. Nou, knippen, dat gaat bijna niet met de schaar. En daar is deze dus ideaal voor. Die schuif je er als het ware overheen en dan... Huppatee. Ideaal. En dit is mijn... Hij wilde niet focussen. Zo'n schrapertje om je nagelriemen mee terug te duwen. Dus kan natuurlijk met dat houten spateltje, maar ik heb hem dus ook in het metaal. En dan hier onderin heb je mijn collectie met kleurtjes en builder gels. Ik heb de rubber base. Ik gebruik heel veel dingen van Pink Shellac. En voornamelijk echt de base dingetjes. Dit is dus een rubber base met een kleurtje erin. Die is wat dikker. En daarmee worden je nagels dus ook een stuk steviger. Ik heb die zo. Even kijken welke het is. Ja. Dat is dus met een roze kleurtje. Dan krijg je een beetje het effect wat ik nu op mijn nagels heb zitten. Best wel naturel. Maar wel met een roze tintje. En ik heb hem ook gewoon echt helemaal in het doorzichtig. Ik vind deze twee eigenlijk echt wel heel fijn.
Zodat ze geven gewoon wat extra stevigheid aan mijn nagels. Ja, waardoor ze gewoon wat langer ook blijven zitten. Dan zie je dat ik een heel aantal kleurtjes heb. De meeste kleurtjes die ik heb zijn toch wel van of Pink Shellac of eigenlijk van AliExpress. Ik zal dit ding even pakken. Dan zal ik zo meteen aan je laten zien welke kleurtjes ik allemaal heb. Die zitten hier dus allemaal in. En dit zijn die doosjes. Die, omdat je dus kleurtjes bestelt bij Pink Shellac, krijg je die allemaal hierin geleverd. Die doosjes vond ik erg handig om ze allemaal, dat ze niet omvallen. Dus vandaar dat ik die hier onderin heb zitten. Dan heb ik hierin alcohol zitten, waarmee je zeg maar je nagels doet ontsmetten voordat je gaat beginnen. En dan heb ik hier gewoon bij de Action gekocht glittertjes. En dan voornamelijk gebruik ik hier de rechtse twee van de zilveren en de gouden. Als ik dus echt glitters op mijn nagels wil maken. Deze zag ik laatst ergens voorbij komen. Waar was het ook? Shein volgens mij. En dat zijn van die dingetjes als je de stukjes aan je nagels hebt of je wilt een verlenging maken. Ik wil het eigenlijk hiervoor gaan proberen deze keer. Want je ziet dat hier echt een hap uit is. Aan deze kant. Daar wilde ik gaan kijken of ik het dus mooi kan repareren. Dat ik niet gelijk heel de nagel af te vijlen en moet wachten totdat hij weer langer is. Even zien wat we hier nog meer hebben. Dit zijn van die clipjes volgens mij. Waarmee je de shellac af kunt halen. Ja. Als je dus, die kun je op je nagel zetten. Met daaronder een watje met aceton bijvoorbeeld. Dan klik je die zo op je nagels. Zodat het er helemaal in kan weken en het eraf kan halen. Maar daar heb ik ondertussen iets anders voor. Ook deze had dus bij mijn starter set toen. Zo. Als ik mijn teennagels doe, vind ik die altijd heel erg fijn om ze allemaal gewoon uit elkaar te houden. Dus vandaar dat ik die ook een keertje ergens heb besteld. En dan heb ik deze, is ook pas nieuw. Even zien. Had ik ook op Shein gevonden. Voor de glittertjes. Dit is dus perfect om hier je vinger op te leggen. En dan kan ik hier overheen de glitters schieten. En die vallen dan hier in zo'n bakje. En dan kan ik dat bakje er dus aan deze kant uithalen. Je moet dan wel voorzichtig natuurlijk. Kan ik het dus uithalen. En dan kan ik het weer teruggieten in het potje. En als je denkt, het gaat nooit lukken, daar werd dus een klein trechtertje bij geleverd. Dus die krijg je er echt weer wel netjes terug in. Ik weet het, het is allemaal, maar gaat hier om een paar cent. Maar er gaat zoveel glitter uit, terwijl je er maar zo weinig van gebruikt. Dus elke keer giet ik het gewoon ook weer terug erin. Is wel net zo fijn. En hier heb ik dus nog meer kleurtjes. Echt al die kleurtjes die je dus hebt van de glittertjes, dingetjes van de Action. Die heb ik dus. Ja, wit zie je vrijwel niet. Maar hier zit dus ook een soort champagne kleur in. Zilver ook. Zwart en nog een keer zilver. Groen, blauw. Ja, allerlei kleuren dus inmiddels. Mocht ik het gewoon leuk vinden, dan heb ik het gewoon. En het kost daar toch echt geen rol. Volgens mij betaal je hier echt een paar cent voor per potje. Dus dat is de bovenkant. En als ik dus de bovenkant eraf haal, dan hou je dit nog over. En daarin heb ik zo'n kussen waar je je hand makkelijk op kan leggen. Stel dat ik mama's nagels een keer doe, dan is dit gewoon heel erg handig. Dan kan ze daar makkelijk op steunen. Ik heb hier ook altijd een verlengkabel in zitten. Omdat de kabel van de lamp niet lang genoeg is om daar naar het stopcontact te gaan. Dus vandaar dat ik hier altijd standaard een verlengkabel in heb zitten. Dan heb ik hier nog een handdoek. Die ik, deze roze handdoeken, deze en die gebruik ik dus altijd voor het doen van mijn nagels. Zodat daar al het stof op valt. Dan kan ik die mooi uitkloppen buiten en daarna wassen. Hier heb ik heel veel van die wipes die ik dus gebruik. Daar straks liet ik al zo'n potje zien met van dat alcohol erin waarmee je je nagels kunt ontvetten. Net voordat je gaat beginnen en deze hoe heet dat, vellen dus niet. Als je bijvoorbeeld een watje gebruikt, dan laten daar wel eens van die stukjes achter. Dat is bij deze dus niet. Heb ik ook ooit een keer besteld bij Pink Shellac. Twee, ik heb nog een rol zelfs. Hij was echt gigantisch, maar er zitten er zoveel op. Twee rollen heb ik dus toen besteld. Ik doe er echt al ontzettend lang mee.
En dan hier onderin mijn lamp die ooit bij mijn starterset kwam. Mijn lamp, en daar zitten dus ook wat opties op. En ik gebruik eigenlijk altijd of de 60 seconden, maar die 60 seconden gebruik ik alleen wanneer ik mijn duim erin doe. En dan doe ik hem ook twee keer gebruiken, want dan kan ik mijn duim eronder doen en dan druk ik hem aan. Maar eigenlijk wanneer ik mijn hand erin doe, dan detecteert hij hem automatisch en stopt hij na 2 minuten. En dat is de functie die ik eigenlijk het meeste gebruik wanneer ik 4 nagels tegelijk doe. Dan heb ik hier als laatste nog, die past niet in mijn koffer, dus die staat altijd apart, de Steam Off. En die gebruik ik om de gel lak eraf te halen. Soms veil ik het er allemaal af, maar nu zijn ze bijvoorbeeld best wel kort en dun. De laag die erop zit is redelijk dun, dus dan kan ik heel makkelijk deze gebruiken. Daar zit ook een potje met pure aceton in. We hebben een flesje, die heb ik een keer gekocht volgens mij bij de Ethos. Pure aceton, die gaat hier dan in. Hij verwarmt dat, zodat het stoom wordt. Moet ik mijn nagels erin doen. En na een bepaalde tijd dan gaat hij piepen. En dan zie je het als het ware er gewoon afkruimelen. En dan schraap je het er heel makkelijk af. Dus dan heb je weer verse nagels om weer opnieuw mee te beginnen. Dus die staat hier ook altijd apart. Buiten, ja, die past dus gewoon niet in die koffer meer. En dan nu eigenlijk alle kleurtjes die ik heb. Deze eerste is eigenlijk die rubber base met een kleurtje. Dus je ziet hem al. Hij is ongeveer dezelfde kleur als dat mijn nagels nu zijn. Dit is dus de glitter waar ik het er straks over had met het sponsje. Daar vind ik het. Hier zie je nu echt gaten ertussen zitten. En soms wil ik hem gewoon helemaal bedekt. En dan gebruik ik dus dat sponsje daarvoor. Deze witte die komt van Pink Shellac af. Dit is ook zo'n roze nude kleur. Die zat bij mijn starterskit. En dat geldt voor deze ook. Beetje zo'n rozige richting het oranjeachtig. Dan heb ik deze oranje. Die zat ook bij mijn starterskit. Deze echte felle oranje. Neon oranje. Die heb ik besteld voor het EK, WK. Wat was het afgelopen keer? En die heb ik op AliExpress besteld. Hele mooie kleur. Even zien. Deze roze kleur heb ik toen niet op. Nee, niet op AliExpress. Sorry, dit is van Pink Shellac, deze roze kleur. Dit is met een glittertje. Die heb ik in een winkeltje bij ons in Wauw gekocht. Ik weet even niet meer van welk merk dat is. Al die kleurtjes trouwens van AliExpress is van Rosalind. Die zal ik zo meteen eventjes laten zien. Die vind ik echt een top dingetje. En deze felle is daar ook van. En deze felle rode, nee die donkerrode, sorry. Die felle rode zat bij mijn starterskit. Deze donkerrode, oh chips. Even opnieuw. Waar waren we? Deze donkerde rode, die heb ik dus wel van AliExpress. Dan heb ik hier, dit is echt mijn favoriet, dat is die kerstrood met een mooi glittertje erin. Die komt uit een winkeltje bij ons in Wauw. Daar verkopen ze ook allemaal nagelspulletjes. Dan heb ik hier zo de donkerrood. Komt van Pink Shellac af. Deze paarse komt bij mijn starterskit vandaan. Deze paars met een glittertje komt uit een winkeltje bij ons in Wauw. Even kijken. En dan heb ik... Deze zat nog bij mijn starterskit. En deze drie zijn allemaal van Pink Shellac. De blauwe, de groene en dit is zwart. Dan zei ik je net nog dat ik je even zou laten zien welke van AliExpress komt. En dat is niet deze. Nee. Oh, hier zo. Ik heb bijvoorbeeld eentje. Deze. Rosalind. Die komt van AliExpress. Het zijn kleine potjes. Er zit echt maar 7 mm in. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een potje van Pink Shellac. Dan zie je dat ze echt heel erg klein zijn. Maar op zich vind ik het niet heel erg. Want dan is je wel sneller op. Kan ik voor mezelf het eerder goed praten om weer een nieuw kleurtje te kopen. Die komen van AliExpress. En deze.
Dit is weer het merk wat zat bij mijn starterskit. En als je nu denkt, AliExpress nagellakjes, serieus, ga je dat gebruiken? Ja, maar dat doe ik dus alleen maar bovenop mijn rubber base. Ik ga niet direct op mijn nagels de kleur van AliExpress gebruiken. Omdat ik bang ben, stel dat er iets in zit, dan weet ik sowieso dat er eerst een goedgekeurd iets, wat hier in Nederland verkocht wordt, van de rubber base, een dikke laag al op mijn eigen nagels zit. Daaroverheen doe ik pas de kleur. Dus dan weet ik gewoon dat het bijna niet in mijn eigen nagels kan trekken. En de topcoat die ik erop doe, die heb ik ook weer van Pink Shellac. Dat is de Ultra Shine topcoat. Kijk of ik hem hier heb. Ja, dat is deze. Dus in principe de base coat en de topcoat zijn allebei van Pink Shellac. Zijn gewoon dus producten die je hier in Nederland makkelijk kan kopen. Waarvan ik gewoon weet dat ze goed zijn. En dus vandaar dat ik het best aandurf om de kleur ertussenin te doen. En dat die wel van AliExpress komt. En die potjes zijn €1,69. Dus dat vind ik wel even de moeite om het dan daar te bestellen. Want die van Pink Shellac, ook al is het groter, dat snap ik en dat weet ik ook wel. Er zit veel meer inhoud in. Maar dan ben je toch gauw €1 of 11 kwijt per kleurtje. En aangezien ik nogal graag wissel van kleurtjes, vind ik het toch wel leuker om te bestellen. Het enige nadeel is, je zult er even op moeten wachten. Dat is echt wel een groot nadeel. Ik heb denk ik nu 5 weken geleden, zoiets, weer andere kleurtjes besteld op AliExpress en het is nog niet binnen. Dus ja, daar hou ik dan gewoon rekening mee. Het is niet dat ik denk, oh, ik wil voor volgende week even een ander kleurtje hebben. Die bestel ik even op AliExpress. Nee, dat gaat niet. Dat moet je echt dan in Nederland bij een webshop doen. Maar als je denkt, ik mis een kleur en ik kan daar best even op wachten, dan kun je makkelijk daar bestellen. Volgens mij gaat de vlog van vandaag niet heel erg lang worden. Want ik besef me dat ik niet echt heel veel gefilmd heb. Hi. Joris is inmiddels ook weer thuis. Het laatste wat ik gefilmd was, volgens mij, van mijn nagels. Dat ik daaraan begonnen ben. Ze zijn net op tijd af. En ik heb ook verteld dat ik een stukje wilde proberen aan te zetten aan mijn nagel. Omdat er eentje af was. Een stukje af was. Nou, dat is gelukt met van die plakkertjes. Dat is best gelukt. Ik ben wel heel benieuwd hoe lang die dus blijft zitten. Maar dat gaan we zien. Maar dat was volgens mij het laatste wat ik heb gefilmd. En toen ik daar echt net mee klaar was, ik ging mijn koffer inruimen, kwam Suzanne hier aan. Dus dat was echt perfecte timing. Ik moest me alleen nog eventjes omkleden. Maar dat was geen probleem. Dus ik heb me even omkleed. Ze heeft lekker naar de babykamer gekeken. Ze vond het helemaal leuk. Ze zei, oh, het is precies iets wat ik ook zelf uit had kunnen kiezen. Echt heel erg leuk. En toen zijn we dus uit eten geweest bij de beren. Daar heb ik wel beelden van. Die heb ik je net ook laten zien. Maar verder daarna zijn we naar de film geweest. Marry Me met Jennifer Lopez. Aparte wending voor een film. In ieder geval niet een wending, maar een apart verhaal voor een film. Vond ik het wel heel erg leuk. Goed bedacht wel. Echt zo'n vrouwenfilm. Dus als je denkt, ik wil lekker naar de film met vriendinnen, maar ik heb geen idee welke, dan kun je deze zeker gaan bekijken. En toen hebben we hier nog eventjes thuis lekker een beetje tv gekeken met z'n tweeën, gekletst vooral. En toen is Suzanne naar huis gegaan. En Joris die is rond 1 uur of 4 ongeveer richting Koen gegaan. Want Koen moest vandaag oppassen op Bobby. Dus die is daar lekker naartoe gegaan. Die heeft met Bobby geknuffeld en gekroeld. En met Koen samen gegamed en gegeten. En die kwam zojuist thuis. En nu gaan we lekker naar bedje toe. Dus ik heb je even bijgekletst. Ik heb je dus niet laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Maar ik heb je nu wel eventjes bijgekletst. Sorry dat de vlog van vandaag misschien een beetje kort is. Maar die van vorige week was wel lekker lang. Dus misschien voor een volgende keer dat ik weer een lekkere lange vlog heb. Dus ik ga hem nu afsluiten. En ik hoop dat je hem toch nog een beetje leuk vond. En als dat zo is, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te geven. En je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan.
Iedere woensdag om 5 uur heb je een nieuwe schoonmaakvideo. En iedere zondagochtend om 11 uur heb je weer een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!